allemaal. Hoi. Ik heb even mijn koffietje gehaald. Die was ik vergeten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik wacht weer heel eventjes tot er meer mensen in de groep zitten. Superleuk dat jullie weer allemaal instromen. Ik probeer even... Zo, dan kan ik net iets beter kijken. Ik heb vandaag bedacht dat we een aantal katten gaan maken. En een beetje op een doodle manier. En ik heb nieuwe penselen. En ik ga er twee daarvan denk ik vandaag testen. Dus ja, de meeste mensen die me al kennen, die weten dat... mijn lievelingspenselen die van Princeton zijn. En, maar je kan eigenlijk met ieder penseel vandaag meedoen. Deze allergrootste is misschien het minst geschikt. Maar ik denk niet dat velen van jullie die hebben. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan, ik dacht ik schrijf hier de meest gestelde vragen die vaak tussendoor langskomen. Die schrijf ik vast op. En ik wilde katten waterverven hier schrijven. Maar daar had ik geen plek meer voor. Dus we gaan katten maken met waterverf. Ik wacht er even totdat er allerlei mensen zijn ingestroomd. Je kan met elk penseel, aquarelpenseel meedoen. Ik heb mijn waterverfpaletje. Voel je vooral vrij om alle kleuren te gebruiken die jij leuk vindt. En ik heb mijn fineliners hier. En dan meestal gebruik ik een fineliner van Micron. Dus als je een zwart stiftje hebt of een zwarte fineliner of een pen. Iets in die richting, dan kunnen we daar op het einde de... details mee aanbrengen. En dan gaan we dus katjes maken. Ik denk dat we er aan 3 of 4 toekomen. Dus je kan weer een aantal katjes op 1 vel maken. En ik gebruik weer het Legion cold pressed papier. 300 grams, mochten jullie dat willen weten. En anders kun je dus straks even terug kijken naar... De lijst die staat ook op mijn website en de link in mijn bio. En dan kun je daar alle materialen teruglezen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik heb zoals gewoonlijk een theetje en een koffie. Als ik echt een momentje heb, dat doe ik in de ochtend. En vaak als ik aan het waterverven ben, dan heb ik altijd behoefte aan beide. Dus ik heb een theetje en een koffietje. Oh, leuk. Leuk dat je terugkijkt. Heel leuk, leuk, leuk. Ja, je kan hem dus sowieso terugkijken. Hij komt ook op YouTube te staan. Dus iets makkelijker terugvinden. En via YouTube kun je hem makkelijker opzetten op je tablet of op je laptop of op je telefoon. Ben ik achtergekomen. Nou, we gaan dus katjes maken. Ik hoop dat jullie er allemaal klaar voor zitten. Ik heb ook begrepen dat er een hele hoop kinderen aanwezig zijn. Superleuk. Dus voor kinderen en volwassenen prima te volgen. Doe lekker je ding. Voel je vrij om katten in blauwe, roze, paarse kleuren te maken wat je wil. Het hoeft niet perfect. Ik heb een kleine confession. Ik heb deze keer niet warm gedraaid. Dus ook ik ga nu voor het eerst die katten maken. Dus we gaan zien hoe dat... hoe dat gaat. Ik ga denk ik met mijn nieuwe penseel nummer 4 waterverven. En ik heb trouwens 2 glazen water. Eentje voor de warme kleuren, eentje voor de koude kleuren. En daar spoel ik dus de penselen in uit. En ik heb een oud t-shirt. Die heb ik al 4 jaar of zo. 4 jaar op mijn schoot liggen. Daar maak ik af en toe mijn penseel mee schoon. Goed. Ik hoop dat jullie allemaal klaar zitten. Leuk dat er zoveel bij zijn. We zijn al met 50, zag ik. 40, 50. Super gezellig. Ik weet dat er ook nog heel veel mensen om terug willen kijken. Dus we gaan gewoon beginnen. En ik denk dat we gaan beginnen met een kat. En het wordt dus een beetje een doodle-stijl. Dus het wordt niet 100% natuurgetrouw. Gewoon lekker losjes. Ik hoop dat ze gezellig eruit zien. Dat is het leukst. En we gaan een beetje spelen met... kleur en techniekjes en we gaan het gewoon heel leuk maken. En ik denk dat we ongeveer 3 kwartier bezig zijn, een uurtje. Sowieso maximaal een uur. Want langer mag ik niet live zijn. Nou, ik ben nu even mijn penseel
nat aan het maken. Ja, ik heb het gehoord. Er zijn heel veel penselen uitverkocht. Ik zeg niet dat het mijn schuld is, maar ik heb er denk ik wel een aandeel in. Deze penselen van Princeton en het papier. Hierna gaan we echt beginnen hoor. Papier en de penselen zijn alleen te koop bij Splendid. Omdat zij ze als enige importeert vanuit Amerika. Ja, en omdat ik het dus zo vaak aanraad en in dat e-book zet. En er zoveel mensen schijnbaar dat e-book doorlezen. En het liefst deze materialen kopen. Dus wat prijzige, maar wel meteen de goede. Zijn er heel veel materialen uitverkocht in die webshop. Het is ook een vrouwelijke ondernemer, dus ik gun het er van harte. Maar er zijn genoeg andere alternatieven hoor. Er zijn heel veel goede producten. Dus in dat e-book vind je ook andere alternatieven. Maar ik heb gehoord inderdaad dat er heel veel is uitverkocht. Ook waterverfpaletten, nou, die van Winsor & Newton. En dan de Cotman versie, daar zit je eigenlijk wel altijd goed. Dan gaan we nu beginnen. Wat ik ga doen is met dus een nat penseel de vorm van een kat opzetten. En dan moet je even goed opletten, want je gaat het waarschijnlijk niet zien. Dus even de vorm die ik opzet is een soort peer. We gaan een soort peervorm maken. En dan in de vorm of met heel veel water. Dus dit is dan het water. En daar mag je best wel wat water voor gebruiken, dat je echt een glanslaagje te zien krijgt. Dus puur met het heldere water gaan we een soort peervorm maken. Ik moet even moeite doen om goed te kunnen bekijken wat ik doe, want hierboven hangt weer de camera. Dus we zetten nu met alleen water een soort golvend peervormpje. En daar maken we natuurlijk ook een staart aan. Dus die maak ik er gelijk aan. En die gaan we vullen met pigment. Dus we hebben hier nou die watervlek, noem ik het maar even staan. En daar ga ik met, ja, het kan elke kleur zijn. Ik pak bruin. En laat ik even zien. Dit is dus de techniek wet in wet. En dat leer je dus in die basiscursus die ik ook heb. Dus mocht je daar straks meer over willen leren, dan kun je die nog aanschaffen. Nou, ik heb dus nou wat bruin. En wat ga ik dan doen? Ik ga de randjes aanstippen. En als ik vind dat het niet genoeg blendt, pak ik wat extra water. Dat heb ik nu gedaan. En dan ga ik dus de randjes en wat vlekjes maken. En het staartje, ik moet even goed kijken waar het water ook alweer zit. Het puntje van het staartje ga ik zo doen. En dan laat je verder eigenlijk het water zijn werk doen. Dus het water en het pigment gaan ervoor zorgen dat het gaat mengen. En eigenlijk zet ik gewoon wat stipjes. En ik gebruik dan verschillende tinten bruin door elkaar. Die heb ik dus al hier gemengd. Ik zal het nog even laten zien. Hier zitten verschillende bruin tinten in. En ik vind het juist leuk dat er dus verschillende bruin tinten door elkaar zitten. Want de kat is natuurlijk nooit geheel dezelfde kleur. Nou, dan hebben we het lijfje. En dan ga ik natuurlijk ook nog zijn hoofdje verder afmaken. Die breid ik nou eigenlijk gewoon uit. En dan zet ik daar met donkerbruin heel simpel door een klein driehoekje te zetten twee oortjes op. Het is heel stil op de achtergrond, maar als ik muziek op de achtergrond aanzet, dan kan ik mijn video's niet meer op YouTube uploaden. Dan heb ik daar geen rechten over. Nou, eigenlijk zie je nu al de vorm van de kat. En wat ik nu ga doen is met een heel klein beetje lichtbruin nog wat opvullen. En dat doe ik met heel veel water, waardoor de kleur dus wat lichter wordt. Zodat het meeste wit heel lichtbruin is, zodat je niet een doorzichtige kat heb met een paar bruine vlekken. En dan laat ik hem verder eigenlijk een beetje zo opdrogen.
hoop dat jullie het ook allemaal kunnen volgen. Ik denk dat ik nog iets donkerder bruin ga toevoegen. Net in dit soort vlekjes. Op zijn rug. En hier zitten eigenlijk zijn pootjes. Dus dan doe ik een beetje... En dat is een beetje dat doedelen. Daar hoeft het helemaal niet perfect. Dus het is leuk dat de vorm van een kat is een beetje herkenbaar. Maar het is eigenlijk gewoon een soort toevalstechniek. Dus ik ga ook niet helemaal natuurgetrouw kijken waar zijn pootjes horen te zitten. Ik maak gewoon twee aanhangseltjes met een wat donkerder kleur. Dat zijn zijn pootjes. Ik maak de oortjes... Maak ik met een wat donkerder kleur en de staart. En daaraan zie je eigenlijk al dat het een kat is. En deze laten we nu zo opdrogen. Zodat we dadelijk de snorhaartjes en alles erin kunnen tekenen. Maar dit is dus eigenlijk al de eerste opzet van de eerste kat. En dan ga ik heel eventjes een slokje koffie drinken. En dan kunnen jullie misschien ondertussen vragen stellen. Of even de tijd nemen om, hoe noem je dat? Bij te benen. Oh, we zijn ook best wel met veel. Wat leuk allemaal. En hou in gedachte dat het dus totaal niet perfect hoeft. Het is ook helemaal niet bedoeld als, als natuurgetrouwe kat, zoals ik al zei. Dus dat kun je lekker loslaten. Het gaat gewoon om de leuke kleurovergangen. En dat die vormen eigenlijk de kat maken, zeg maar. En daar gaan we gewoon lekker mee... mee spelen. Dus we gaan dadelijk nog een paar andere katten maken in andere poses. Wat dunnere en wat dikkere katten in andere kleuren. Ik heb nu mijn nieuwe penseel. En dat is nummer 4. Heel gek. Ik heb die voor mijn workshops altijd gebruikt. Nummer 4 voor iedereen. En even kijken. Ja, die is dus van Princeton rond. En even kijken... ik had die dus al wel in andere merken, maar nog niet in mijn favoriete merk. Dus die is voor mij nieuw. Dus nummertje 4 gebruik ik. Maar nummer eigenlijk van 10 tot en met 1 kan je alles gebruiken hoor. En ook zelfs kun je uit de voeten met zo'n hele grote. Ja, ik zal de volgende kat opzetten met... even kijken. Met een aquarelpotlood. Ik heb een zwart aquarelpotlood, gaan we een zwarte kat maken. Ik gaf workshops, ja nu mag dat natuurlijk niet, door ja, in Eindhoven met name. En dat ging zo goed dat ik het ging uitbreiden naar de rest van Nederland, waar het ook maar kon. Dus ik ben in Utrecht geweest, ik had workshops gepland in het oosten van het land en die gingen helaas niet door. En toen ben ik me gaan focussen op online workshops, dus ik heb wel... mijn workshops in online cursussen. Dus ja, ik zeg het gewoon een paar keer. Het is mij heel eerlijk, dat is mijn inkomstenbron. Dus ik heb ook betaalde online cursussen. En dan leer je echt van A tot Z de techniek, de materialen en noem maar op. En die vind je in mijn webshop. Nou, ik denk dat jullie inmiddels bijgebeend zijn. En dan ga ik nu een zwarte kat maken. En ik gebruik even voor jullie een zwart aquarelpotlood om aan te geven hoe ik de contouren zet. Dan moet ik zeggen dat ik ook maar wat doe hoor, qua vorm. Maar ik snap dat het voor jullie wat handiger is om te zien. Dus ik ga even mijn palet aan de kant zetten. En dan ga ik hier die zwarte kat zetten. Oh leuk! Oh Kelly, wat lief! Als het niet mooi blendt, heb je misschien net te weinig water gebruikt als ondergrond. En misschien te weinig water ook in je penseel. En als je wat minder goed papier hebt, dan moet je misschien ook iets sneller werken. Omdat het papier sneller het water opzuigt. Dat zou ook nog kunnen. Nou, we gaan aan de slag. We gaan nu een, laten we een staande kat maken. Dan maken we een rondje. Wel, ja, ik vind het wel gezellig als ze wat dikker zijn. Dus ik heb nu een grote... Het is net niet rond. Het is een groot ovaal. En ja, daar zit natuurlijk een staart aan.
ik denk dat ik deze een beetje bozig laat zijn. Dus dit zijn dan de pootjes. Die doe ik gewoon dadelijk als streepjes. En even kijken. Dan, als een kat boos is, dan zit zijn hoofdje vaak hier. Ik weet ook niet waarom ik ineens een boze kat wil gaan maken. Maar... En dan zitten de oortjes denk ik een beetje naar achter. Maar oh ja, ik vind een boze kat is wel leuk, want dan kun je zo'n pluimstaart maken. Kan ik wel even kijken hoe we dat... Nou, de pluimstaart die gaat... Of ja, die zo'n dikke staart is natuurlijk zo. Als je snapt wat ik bedoel. Dan kunnen we kijken hoe we die pluimstaart gaan maken. Maar dit is een beetje de basis van de kat die we nu gaan maken. En dan pak ik weer mijn penseel erbij. Dan zou ik nu weer die 4 pakken. Penseeltje nummer 4. En dit vlak gaan we dus opzetten in water. Dus jullie hoeven niet per se potlood te gebruiken. Maar het enige wat je hoeft te doen is deze vorm helemaal vullen met water. En dat mag echt wel een laagje water zijn. Niet te veel dat het van je blad afgiet. Maar er mag echt wel een glanslaagje op zitten. Dus dat het ook niet binnen een minuut droog is, zeg maar. Nou, dit zou ik in principe met een grote penseel kunnen doen. Maar goed, hè? Ik ben nou bezig met deze. Zo, doen we de pootjes. En nogmaals, het is gewoon voor de leuk, deze katjes. Ze hoeven absoluut niet perfect. Ik vind het alleen maar leuk om een beetje met die vloeiende vormen te werken. En ik ga even kijken hoe ik deze staart ga doen. Want je hebt een leuke techniek daarvoor. Zou ik dat eens gaan proberen? Ja, ik ga iets proberen. Jullie kunnen helemaal zelf weten of je een wat strakkere staart gaat doen. Ik ga een techniekje uitproberen. En dat houdt in dat ik een groter deel... dat ik eigenlijk de staart niet moet tekenen. Maar goed, ik ga een groot deel bewateren. Dus om de staart heen maak ik een hoop water. En die laat ik even niet aansluiten aan zijn lijf. Anders gaat dat in elkaar overlopen. Dus ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb hier een hoop water nu. Om die staart heen. Dus hier zo. En dan ga ik meteen met zwart even laten zien wat ik met dat techniekje bedoel. Kijk, dit wordt dan de staart. En omdat dit het water natuurlijk doortrekt, wordt die automatisch al zo wafelig. Zoals die staart ook zou moeten zijn. En die gaan we vanuit het begin gaan we die natuurlijk opzetten. Dus ik pak er steeds zwart bij om hem wat intenser te maken. En omdat ik nou die... Dit moet wel lang droog trouwens. Dan weet je dat vast. Zo, dan ga ik precies over die randjes heen die ik al had getekend. Kijk, en dan krijg je dat waterverf effectje van wet on wet heet dat. En dan heb je dus echt zo'n, zo'n staart die helemaal opgeblazen is. Zoals een kat zou doen. En ik zal het even van dichtbij laten zien. Kijk. En dat is dus omdat ik de vorm niet perfect heb afgemaakt. Zoals we dat hier wel hebben gedaan. Want het water gaat hier niet verder dan die randjes. Omdat ik niet verder dan dat het water heb geplaatst. Dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Nou, de pootjes... Daar begin ik denk ik mee. Die beginnen op zijn donkers. Dus daar begin ik met donker zwart en dan ga ik omhoog. Ik vind het altijd logischer dat de pootjes donkerder zijn dan de rest van zijn lijfje. Of altijd. Het is niet dat ik altijd katten maak. Zo. En dan ga ik de kat vullen weer met zwart. En daar probeer ik een beetje te variëren in echt pikzwart en met wat meer water.
Omdat je dan, anders krijg je echt zo'n zwarte vlek van een kat. Dat vind ik dan weer een beetje zonde. Dus ik ben nou met name het even weer aan het vullen met het overige zwart wat in mijn penseel zit. Zoals je ziet. En dan ga ik dadelijk met weer donker zwart eroverheen. Als je tussendoor vragen hebt, shoot. Zo, kijk, en nu heb ik weer een hoop water bijgevoegd. En je kan het dus ook, wat ik nu doe, een beetje sturen. Dus dan duw ik met mijn penseel, duw ik nu het pigment wat hier al in zit, duw ik naar beneden. En zo kun je het ook een beetje sturen. Nou, dan heb ik de pootjes en dan doe ik daar nog wel zo'n voetje aan. Zo'n sokjes, zeg maar. Zo. En dat, ja, dat doe ik op gevoel. Dat is niet echt ergens op gebaseerd, zeg maar. Nou, dan ga ik nu weer zorgen dat er extra pigment in mijn penseel zit. Dus ik ga echt goed door mijn zwart. Zodat ik weer echt die pikzwarte kleur in mijn penseel heb. En dan ga ik daar wat accentjes mee maken. Zodat er net wat meer gebeurt met dat zwarte kleurtje dan alleen dat grijs-zwarte wat we nu hebben. En dat ga ik ook een beetje op zijn koppie doen. En dan neem ik meteen zijn oortjes mee. Dus dan zet ik 2 driehoekjes. En dan zie je dat hij eigenlijk al gelijk die overgang pakt. Omdat daar dus het water zit. Zo. Welke zwart? Het is echt gewoon een zwart napje. Oh, leuk. Ja. Leuk, ik was even aan het lezen wat jullie hadden gezegd. Ja, gewoon echt een zwart napje, puur zwart. En dan ga ik natuurlijk hier ook nog even in. Net iets zwarter maken. En dat doe ik gewoon op gevoel wat haaltjes zetten. Zorgen dat die overgang een beetje mooi is. En dan vind ik het eigenlijk heel leuk dat die zo uitblendt. Ik zal even laten zien. Kijk. En dan is dat linksboven dus de staart. En dan zie je daar het effect van het waterverven, zeg maar. Dit is echt hoe waterverf, zeg maar, zijn weg vindt als je water op waterverf doet. Of ja, eigenlijk andersom. Ik zag bij 2 soorten. Ik heb gewoon zwart naar mijn idee. Nou, nu de kat is geheel opgezet. Ik zou nog even de andere zo. Dus je ziet hem glimmen nog dat hij echt nat is. Dus die laat ik weer lekker drogen. En dan pak ik weer even een slokje koffie. En dan hoop ik dat jullie al een heel eind zijn. En nogmaals, niks hoeft perfect. En ook ja, die techniekjes die je nu leert, dan leer je misschien van oh, het hoeft dus helemaal niet perfect om een heel leuk resultaat te hebben. Het is natuurgetrouw helemaal niet kloppend. En toch ziet iedereen dat je hier katten hebt gemaakt. Ik maak nog heel even dit pootje wat mooier. En ja, door straks die details aan te brengen, zie je ook zie je dat het dadelijk nog meer karakter heeft en is het echt heel schattig. En ik hoop dat ik je ook hiermee dus leer dat je door dit simpele techniek kun je dadelijk een hele hoop soorten katten maken. Allerlei soorten poses, allerlei soorten kleuren. Je kan roze katjes maken, je kan paarse, alles wat je wilt. En ga gewoon eens kijken naar katten, foto's en ga die in deze stijl na proberen te tekenen. En dat kan natuurlijk met ieder dier. Maar nu heb je dadelijk die katjes gemaakt. Oh, Lisa, lekker in bad. Nou, heerlijk toch? Dan kijk je hem toch lekker terug. Zo'n goed idee trouwens. Misschien dat ik dadelijk ook nog in bad ga. Dat is het voordeel van een ZZP-leven. Dat kan ik natuurlijk gewoon zelf beslissen. Laten we doorgaan naar de volgende kat. Als ik niks, geen tegengas hoor in de comments, dan ga ik gewoon door. Het lijkt mij wel
leuk om een soort oranje gestreepte kat te maken nu. Even zorgen dat ik je niet de boel in de fik zet. Dus we gaan nu we gaan met oranje aan de slag. En dan ga ik even kijken. Ik heb een soort van oranje aquarelpotlood. Zet ik voor jullie weer even de vorm op. Dan kunnen jullie meekijken. Ik denk dat we nu gewoon voor een gezellige ronde dikzakpoes gaan. Dus ik zou zeggen, een beetje zo. Zo'n liggende, dikke kat. Dan doen we zijn staart zo. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, anders laat ik het eigenlijk wel echt wat dichterbij zien. Oh, wat leuk, Victoria. Dankjewel. Ja, ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen en gewoon, ik zeg heel vaak gewoon, maar ik bedoel daarmee dat het makkelijker is dan je denkt. En ik vind het zo leuk om anderen te leren hoe makkelijk het is, waardoor ze weer hun eigen creativiteit helemaal ontdekken of herontdekken. Nou, dit is dus de vorm van de kat. En dan moeten we natuurlijk niet zijn hoofdje vergeten en die zet ik wat hoger op zijn hoofdje, of op zijn lijfje. En dan de oortjes zitten denk ik gewoon lekker recht van voren. En dan zou je hier die pootjes hebben. Maar ik denk dat ik die erbij doe als ik bezig ben. Kijk, dan hebben we hier de opzet van de poes. Dus eigenlijk is het gewoon een hele grote ovaal met een cirkeltje er half in en een staart. Dus succes met die opzet. Dan ga ik hem alvast vullen met water. Dat doe ik dat ga ik nu even doen met mijn nummer 16 penseel. Die is vrij groot. En bij mij wordt die door het aquarelpotlood waarschijnlijk al een beetje licht roze. Maar we gaan hem opzetten in de kleur, eerst dus met water en daarna gaan we hem opzetten in heel licht oranje. Dan weet je dat vast. En als je alleen oranje hebt, dan gebruik je dus heel veel water. Dat meng je met je oranje en dan gebruik je weinig pigment en dan heb je wat lichter oranje. En zo kun je heel veel tinten maken. Oh, een haar. Zo. Nou, ideaal zo'n groot penseel, want dan ben je lekker snel klaar. Ik ben nu heel even bezig om... dat ga ik trouwens even met een ander penseel doen. Even de randjes iets meer blenden, want ik heb natuurlijk dat aquarelpotlood gebruikt. Om te laten zien waar ik die lijnen dus zet. Die ga ik een beetje weg proberen te poetsen, want dat vind ik nooit zo mooi. Ja, dus ik heb nu een soort van lichtroze kat gemaakt, wat ik ook heel erg leuk vind. Zo. Nou, hij wordt allemaal iets dikker omdat ik die randjes aan het blenden ben, maar dat mag de pret niet drukken. Ik vind dikke katten ook leuk. Zo. Nou, als het goed is zien... Ja, jullie zien het nog. Oh, dankjewel voor jullie lieve... Ja, ik... I will save my live stream. Ik was een... Kijk hoe ze heten. Ik vind het echt zo leuk. Oh, wat zijn jullie lief. Dankjewel. Nou, ik ga trouwens gauw verder, want mijn water droogt natuurlijk hartstikke op. Nou, we gaan dus een oranje kat maken met streepjes. En hij zit zeg maar zo, dus dit is de voorkant, dit is een koppie. En dan gaan we met een beetje bruin eerst. Bruin en oranje meng ik. Ik heb geen plan op dit moment met mijn kleuren, dus we gaan gewoon een beetje freestylen. Nou, ik begin met zijn staart. Die vind ik al nog best oranje, dus ik ga iets meer bruin toevoegen. En dat ga ik even zo. Zo. En dan duw ik met mijn penseel het pigment in die staart, dat het in het topje wat donkerder is.
Ik zie dat ik nou een beetje in de comments aan het schilderen ben, dus ik duw heel even alles naar boven. Dan kun je het iets beter zien. Dit is beter, denk ik, hè? Dan moet ik gewoon iets meer moeite doen om zelf in beeld te blijven. Nou, ik ga weer met heel weinig bruin even die poes een beetje een kleurtje geven. En ik probeer zijn borst een beetje lichter te houden. Dat is dus dit deel. En de rest blend ik gewoon in de achtergrond. Dus hij mag een beetje die oranje, bruin, rode kleur krijgen. Door mijn getreuzel is die kat alweer bijna opgedroogd. Dus dan gebruik ik nu even wat extra water. Dus het is wel belangrijk dat de ondergrond nat blijft. Dus ik ben nu even weer alles opnieuw nattig aan het maken. Zo, nou, nu pak ik wel oranje erbij. En dan doe ik het puntje iets meer oranjener, omdat het gewoon gaaf is. Ik ga zijn oortjes natuurlijk ook oranje maken, dat vind ik gewoon cool. Een soort Garfield wordt het. En dat laat ik dan overlopen in zo'n kop daarbovenin. Dus dat mag ook wel echt blenden. Vind ik leuk. En misschien help ik het een beetje met een beetje water. Dat doe ik zo. Zo, vind ik alleen maar leuk. En dan pak ik nog wat meer oranje met iets meer bruin. Omdat het anders te fel oranje wordt voor mijn gevoel. En wat ik nou ga doen is strepen zetten. Want ik wil er een soort gestreepte kat van maken. En dat ga ik doen door zo die streepjes te zetten. En omdat het dus de ondergrond wat nog nat is, gaat dat zo mooi blenden. Dus die strepen lopen in mijn ogen dan zo. Bij zijn rug. En dan, daarom wilde ik die borst wat lichter houden. Die lopen dan zo. Gaat het bij jullie allemaal goed? Ik ben heel benieuwd. Als je dadelijk klaar bent, dan vergeet niet met mij je resultaten te delen. Hè, door mij te taggen op Instagram. Dan kan ik het ook zien. Anders zie ik het niet. En ik vind het zo leuk om dit allemaal te zien. Nou, dan ga ik nog met wat bruin hier onderin wat, ja, 3D-effect wil ik het noemen, maar je snapt misschien wat ik bedoel. Onderin doe ik gewoon wat meer bruin, zodat hij wat boller lijkt dadelijk. En ik maak hem wat, ik blend dat door nu wat meer water in mijn penseel te doen en hem dan iets omhoog te doen, zeg maar het bruine. En dat doe ik hier ook nog. En hier is het nog helemaal, dus is het alweer helemaal opgedroogd. En als ik merk dat het dus wat droger is, dan maak ik het weer nat. En ik zet nu met wat donkerbruin iets meer kleurverschil in het oranje, zoals je ziet. En zorg dan dat er genoeg water in zit, zodat het geen hele harde streep wordt. Dat is zonde. Oh. Ik weet niet of jullie mijn hond horen, maar die is aan het niezen. Gezondheid, Lou. Zo. Ik ga denk ik hier nog een beetje bruin zetten die net wat anders is. En dan doe ik dat hier ook een beetje, zodat je denkbeeldig die kop ziet. Zie je die? Dan trek ik dit ronde een beetje door naar onder. Zo. En diezelfde kleur bruin ga ik hier ook nog een beetje doen. En ik zit nu te denken, ik denk dat ik met donkerbruin hier net die pootjes ga zetten. Zo. Kijk. Oh ja, Dikkie Dik is het.
Ja, nou, dit is dit. Dikkie dik. Hier hebben we hem. Even kijken hoe lang ik nog online mag zijn. Niet super lang meer. Nou, dan ga ik in ieder geval jullie heel even bij laten benen. Ga ik een slokje van mijn thee pakken. Dan ga ik eerst even laten zien hoe we de gezichtjes maken. En dan kijk ik even of er nog tijd is. En dan maken we hier nog een kat. Dus dan hebben we er in ieder geval 3. En misschien zelfs 4. En deze tip geef ik vaker. Maar misschien ben je nieuw en hoor je hem voor het eerst. Mocht je nou bijvoorbeeld dadelijk allerlei katjes hebben gemaakt. Maar is er eentje mislukt. Dan kun je hem altijd bijvoorbeeld hier uitknippen. Zo eromheen. En dan plak je deze, de goed gelukte katjes. Bijvoorbeeld op een andere kleur achtergrond. Of op een kaart. Of wat dan ook. En dan heb je een super mooie kaart. Oh, pardon, sorry, ik heb te veel gedronken. En dan kun je hem alsnog als kaart sturen of inzetten. Oh, ik zie allemaal hartjes, leuk. Leuk, leuk, leuk. En we zijn nog steeds met 52, ook heel vet. Nou, ik heb inmiddels mijn fineliner gepakt. Dus pak een zwarte stift, fineliner, pen, wat je dan ook wilt. En dan gaan we daar de gezichtjes maken. Gezichtjes en kopjes. En die gaan we ook redelijk, hoe heet het? Minimaal doen. Ik ga even kijken welk nummer ik gebruik, want op zich mag een redelijk dik stiftje zijn. Nou, ik ga proberen hier een gezichtje op te maken, maar ik moet dan kijken, ook met de camera en met mijn pols, dat hij niet in deze natte, nee, dit gaat heel, in deze natte illustratie. Ik zal maar niet zeggen wat ik wilde zeggen. Er kijken kinderen mee. We gaan de kopjes erin maken. En eigenlijk ga ik niets meer doen dan 2 rondjes voor de oogjes. Echt heel klein. En dit gaat heel veel verschil maken. En nou, natuurlijk een neusje. En dat is eigenlijk een driehoekje naar beneden, maar dan afgerond. En snorharen, die tekenen we in zijn wangen. En dan kun je ervoor kiezen om een mondje te tekenen, zoals je vroeger altijd deed, zo. En dan snorharen, ja, meestal teken ik er 3. Dus dat is dan 1, 2, 3. En dan moet ik heel even papier draaien, want ik vind het fijn als ik de beweging naar buiten kan maken. Dus zo, 1, 2, 3. En dan is dit de kat. De eerste. De dikte van deze is 0,3 heb ik nu. Ik weet niet of je dit kunt zien. 0,3. Maar eigenlijk in mijn ogen maakt het niet superveel uit. Nou, dan onze boze kat. Die kijkt natuurlijk, bij mij kijkt hij naar de zijkant. Dus zijn neusje krijgt hij hier. Op zijn mondje. En dan doe ik hier. Oh, hij lacht wel terwijl hij boos is bij mij. Zo boos is hij dus niet. En dan kun je ervoor kiezen om een beetje doodle-achtig. Ik zal hem iets dichterbij houden. Om wat doodle-achtig 2 oogjes naast elkaar te doen. Of 1 oogje. Net wat je leuk vindt. Ik zal er 2 doen om te laten zien hoe dat eruit ziet. Dan is hij wat vriendelijker. En minder natuurgetrouw zoals je ziet. En dan zal ik, oh, er zit een penseel onder mijn papier. Dan doe ik de snorharen, die laat ik hier zien. En natuurlijk hier ook. Kijk. Dit is het snoetje. Ik denk dat deze bij mij, die is nog veel te nat. Dan gaat de, hoewel, ja, deze, als je, dit zijn de fijnste fineliners, vind ik. Want als je eerst deze fineliner gebruikt en daarna er overheen waterverft, dan loopt de inkt niet uit. Maar als je deze in natte illustraties zet, dan loopt die wel uit. Wat op zich niet heel raar is. Maar
Nou, het lijkt mij nog leuk om nog één kat te maken. Als ik te snel ga, laten jullie het dan ook even weten. Dan laat ik even de illustratie zo liggen, anders schuif ik hem naar boven. En dan gaan we nu een wat smaller katje maken, denk ik, met wat vlekjes. Een lapjeskat. En omdat we er al twee hebben gemaakt met outline, ga ik deze ook zonder outline opzetten. Of heel licht in het zwart. Maar dan kijk ik even, want anders krijg je het lapjeseffect minder goed. Dus dan gaan we er nog eentje maken. Ik omlijn eigenlijk nooit een illustratie. Nee, eigenlijk nooit. Maar dat heeft puur met je stijl te maken. Ik vind het heel leuk als het zo flowy is. Maar ik zie ook wel eens illustraties van andere... Oh, ik zou nog even inzoomen. Ik vind andere illustratoren die het bijvoorbeeld wel omlijnen... of gewoon überhaupt creatievelingen... daar kan ik het wel heel mooi bij vinden. Maar op een of andere manier doe ik dat nooit. Dit zijn de snoetjes. Ik zal nog eentje... Ik hoop dat... Was dat genoeg? Dan kunnen we nu hier nog een katje maken. Oké, dan gaan we nu een... nog een katje maken die hier... Ja, wat zullen we doen? Of hier zit. Hier zit of daar staat, denk ik. Ja, zit. Toppie! Oké, we gaan verder. We gaan er nog eentje maken. Even kijken. Dan pak ik weer mijn penseel. Nummertje 4. Oh, er ligt zoveel. Ik ben altijd mijn spulletjes kwijt. En die gaan we dus ook weer nat opzetten. En deze ga ik zonder outline doen. Beetje voor jullie ook een uitdaging. Dan kunnen jullie zelf interpreteren hoe ik die maak. Het wordt een smal katje bij mij. En ik begin even bij zijn hoofd. Kop. Ze worden meteen menselijk bij mij. Dit is zijn kopje. En dan maak ik een soort kegeltje naar beneden. En best wel smal. Vergeleken met de rest is deze hartstikke smal. En de staart die loopt zo. Volgens mij is dit dezelfde kat als Jenna Rainey. Ik weet niet of jullie Jenna Rainey kennen. Dat is echt een voorbeeld voor mij weer. Dat is een Amerikaanse waterverf illustrator. Die is ook heel gaaf om te volgen. Nou, dit is de... En die kegel maak ik even rond aan de onderkant. En die vul ik natuurlijk weer helemaal met water. En de pootjes doe ik weer later. Dat is makkelijker. Zou ik als ik jou was ook doen in deze variant. En de oortjes ook, die doe ik ook later. Zo. Dus ik heb nu een rondje getekend met een kegeltje eronderaan. Dat is eigenlijk het enige wat deze kat, waar die uit bestaat. En een staart natuurlijk. En ik zal snel wat grijzige vlekjes zetten. Dan kunnen jullie meteen een beetje de vorm van de kat zien. Dan kun je een beetje spieken. Zo. Dit is dan de staart. Nou, en dit wordt dus een lapjeskat. En omdat hij is dus licht opgezet, omdat ik ook bijvoorbeeld de kop wil ik een beetje meer wit laten. En ook zijn borst. Dus je wil echt dat het lijkt alsof hij vlekjes heeft. In plaats van dat hij dus helemaal gevuld is met één kleur. Dus vandaar dat ik hem doorzichtig wilde opzetten. En ik denk dat het wel heel erg leuk is als die dus een lapjeskat is met oranje erbij. En ik zet hier al twee strepen een beetje als guide voor de pootjes. Dit is dus allemaal nat op nat weer. Nou, dan ga ik gewoon eens dat oranje erbij pakken en dat meng ik een beetje met bruin. En dan ga ik daar bijvoorbeeld hier de aanzet... van de staart mee doen. Ik ga iets meer water in mijn kwastpenseel doen.
En het puntje van de staart. Die moet natuurlijk eigenlijk ook wel oranje. Is gewoon leuker. En nou, dan gaan we hier nog wat doen. Ja, lapjeskatten. Het zijn eigenlijk gewoon niks anders dan gewoon vlekjes, hè? Hier nog wat. Zo. En ik ga nog een beetje afwisselen dat er nog wat donkerder bruin in zit. Niet te donker, maar... Dus dat er meer diepteverschil in zit qua kleur. Dus de intensiteit van de kleur is dan iets gevarieerder dan alleen maar die oranje. En dat ga ik eigenlijk ook bij dat grijs doen. Daar komt ook nog iets meer zwart in. Dus ik ga nu weer terug naar mijn zwart. En daar ga ik nou weer wat dieper zwarte vlekken mee maken. En dat mag dus ook echt wel overlap hebben met het bruin en oranje. En het mooie van de natuur is natuurlijk dat... Als ik soms geconcentreerd bezig ben, dan ben ik ineens stil. Het mooie van de natuur is dat er geen goede fout is. Dus in die vlekken van die kat kunnen ook geen foutjes zitten. Dus doe lekker je ding. Al zet je er paarse vlekken in, ja, dan is het qua natuur niet helemaal meer wat het was. Maar ga ervoor. Dan ga ik nu de pootjes in het zwart maken. Dan zet ik een rondje en die trek ik naar boven. Een ovaaltje is het meer en die trek ik ook naar boven. Ik zal het eigenlijk van dichtbij laten zien hoor. Hoe ik die pootjes heb. En die doe ik nou extra dik met zwart. En dat zwart wat nu in mijn penseel zit, die maak ik even op. Zo, en dan maak ik denk ik ook met zwart... De oortjes. Op een of andere manier vind ik het altijd fijn dat de oren en de pootjes van een beest de donkerste kleur hebben. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik fijn. Zo. Nou, dan kan ik meteen een trucje laten zien. Ik ga even mijn penseel droog maken. Dus met die doek doe ik zo. En ik vind dat ik heb hier in die pootjes... Oh, sorry, die hebben jullie niet helemaal kunnen zien. Ik vind dat ik in die pootjes heel veel water heb zitten. Het ging een beetje per ongeluk. Als je je penseel helemaal droog maakt en dan in dat pootje gaat staan, dan zuigt je penseel het water op. Dus dat ben ik nu aan het doen. Zo. En dan is die nu weer wat... wat beter, vind ik. En eigenlijk horen hier dus ook nog pootjes. Dus ik denk dat ik die ook met een beetje zwart zo doe. Dus dat je hier nog een pootje ziet. En hier ook. Ik weet niet... Ja, ik weet het wel. Ik heb zelf ook twee katten. Het klopt niet helemaal. Maar het ziet er denk ik wel leuk uit. En zo niet, als je ze niet mooi vindt, dan verf ze vooral niet. Het is voor mij ook een test. Of dit mooi is, die pootjes hier. Ik ga even wat meer zwart gebruiken, want anders vind ik ze te licht. En dan zal ik het zo van dichtbij laten zien. Zo. Misschien dat ik hier nog een zwart vlekje doe. Kijk, superleuk. Al zeg ik het zelf. Nou, dan hebben we hier onze lapjeskat. Dan kun je even goed kijken hoe die... Ja, je kan het later terugkijken. Ik sla hem op YouTube en op IGTV. Ja, Patty, dat is zeker waar. Katten zijn best wel raar. Dus inderdaad, al teken je hem op zijn kop... Dus dit is de lapjeskat. Nou, deze dik is ook zo goed als droog. Dus dan kunnen we hier vast het gezichtje opmaken. En dan kunnen jullie deze verder maken. Zo.
Nou, dan pak ik weer mijn fineliner. En dan ga ik weer een kopje maken. Ja, ik denk dat ik deze zonder... Wacht, ik ga twee oogjes maken. Ik zet ze een beetje dicht bij elkaar. Bij deze vind ik wel leuk. Dan maak ik een neusje, maar ik maak geen mondje. Die laat ik aan de verbeelding over. Dus ik doe zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, ik doe wel een gezichtje. Die doe ik alleen los van zijn... Zo. Het is echt een mini streepje. Kijk. En dan is dit zijn kopie. Kijk hoe leuk die is. Is toch meteen hartstikke schattig. Zeg ik, ik zeg dat over mijn eigen werk, maar dat mag je van jezelf ook zeggen, hè? Je moet het zelf met name ook hartstikke leuk vinden. En je ziet, deze heeft niet eens achterpoten, maakt helemaal niks uit. Het zijn echt gewoon schattige doodles die je een gezichtje geeft, een staart. En dan ziet het er al superleuk uit. Het hoeft echt niet moeilijker te zijn dan dit. En ik ben benieuwd, ja, dit zal... Nou, dit is toch ook wel best wel droog. Ik zal even... Dit zo droger deppen. Ik denk dat ik hier ook al wel een gezichtje op kan maken. En dan is die compleet. Ik zet hier nog even een... Zo. Iets mooier. Nou, dan zet ik deze oogjes iets verder uit elkaar. Voor het effect kunnen jullie zien hoe dat eruit ziet. En zijn neusje zet ik daar best wel dicht onder. En zijn mondje iets verder daarop. Daaronder en dan 1, 2, 3. Kijk, die ziet er iets snuggerder uit op een of andere manier. Kijk, en dan hebben we hier de derde, lapjeskat. En je kan natuurlijk helemaal je eigen stijl van maken. Je kan hem wel omlijnen, je kan hem in roze, in paars maken... ja, wat je wil. Je kan de snorhaartjes ook in waterverf opzetten. Als het nog een beetje nat is, dan krijg je juist dat effectje dat het juist wel een beetje uitloopt. Je kan er alles van maken wat je zelf wilt. Oh, wat lief Neeltje, dankjewel. Ja, ik ben momenteel bezig met het uitschrijven en daarna het filmen van een nieuwe cursus. Want er is heel veel vraag naar, dus... Ik ga denk ik eentje maken over met dieren en eentje met planten en bloemen. De basiscursus gaat supergoed. Ja, en de kerstcursus, het is al kerst geweest, dus tijd voor nieuwe. Mochten jullie nu nog vragen hebben, laat het vooral weten. Hè? Geen probleem. Ik zal ondertussen even mijn praatje houden over waar je wat allemaal kan vinden. Je zag hier al het een en ander staan. Op mijn website heb ik sinds vandaag een nieuw kopje gemaakt met gratis. Daar kun je het gratis e-book vinden. En als je het leuk vindt om te digitaliseren in Photoshop, dan heb ik ook een checklist gemaakt hoe ik deze illustraties met Photoshop digitaliseer en naar de computer haal. Nee, de online cursus kun je gewoon aanschaffen. Dan krijg je een automatisch mailtje met je inloggegevens en dan kun je hem volgen wanneer je wilt. En de basisworkshop is 365 dagen te volgen. Dus je kan hem in één jaar lang zo vaak kijken als je wilt. Oh, dankjewel. Ik ben ook echt een kattenliefhebber. Er lopen er hier twee rond. Dus ik vond het ook superleuk om te doen. Nee, ik maak in ieder geval alle online cursussen zo dat je ze direct kan volgen na aanschaf. En ik maak ze zo dat je kan volgen wanneer je wilt. Dus je zit nergens aan vast. Alleen ja, in een tijdsbestek van een jaar. Maar ik neem aan dat dat wel lukt. Ja, leuk. Ja, het enige wat je nodig hebt is een waterverfpaletje en een penseel en papier. En dan... als tip, mocht je nog waterverf moeten aanschaffen, ik heb dus op mijn website en via de link in mijn bio heb ik een materiaallijst. En daar heb ik allerlei materialen opgeschreven. En investeer in ieder geval een beetje in oké spullen als je budget daar toereikend voor is. Ik heb allerlei materialen opgeschreven voor ieder budget.
Maar ik wil bijvoorbeeld... kijk, dit palet heb ik zelf samengesteld. Het zijn allemaal losse napjes. En dit doosje is van Van Gogh. De meeste verf is van Winsor & Newton. Zo'n napje kost tussen de 3 en 5 euro per stuk. Dus het is best een investering. Maar zo'n paletje bijvoorbeeld, die je kant-en-klaar kan kopen, die variëren van 10 tot 50 euro. Maar ik doe bijvoorbeeld al 4 jaar met dit palet. Dus het is wel, als je het echt leuk vindt om te doen, zo'n paletje Winsor & Newton, zo'n reispaletje kost €14,95. Dan zou ik in ieder geval voor zo'n merk gaan. Oh, leuk. Saskia en Anne, wat leuk. Leuk dat jullie hebben meegedaan. Oh, leuk. Ja, als je dus de katjes hebt gemaakt en je vindt het leuk om het op Instagram te delen, vergeet me dan niet te taggen. Dat is @studiocremers. Dan kan ik het ook voorbij zien komen. Dan kan ik erop reageren, dan kan ik het delen wat je leuk vindt. Maar dan kan ik het in ieder geval zien. Ik zit allemaal naar mezelf te wijzen, maar jullie zien alleen mijn handen de hele tijd. Ik dacht wel, ik zal mijn nagels even mooi lakken voor jullie. Ja, leuk. Ja, er komen weer nieuwe cursussen aan. Ik hoop heel snel. Maar het is hartstikke... Nee, ik wil niet zeggen dat ik het druk heb. Ik heb gewoon hele leuke en volle dagen. Ik heb het leukste werk van de wereld. Dus ja, ik hoop wel dat ik er voor jullie snel nieuwe kan maken. Leuk om zo contact met jullie te hebben ook. Ja, laat je in ieder geval niet tegenhouden doordat er materialen zijn uitverkocht. Er zijn altijd wel alternatieve merken. Of de Action gaat het gewoon niet voor je doen. Daar word je niet zo blij van qua resultaat. Dan mengen bijvoorbeeld deze kleuren niet zo mooi. Dan worden deze kleuren bijvoorbeeld niet zo helder. Dan blijft je papier niet lang nat genoeg. Ja, er zijn heel veel nadelen aan. Ah, leuk Saskia, om te horen. Dank je, leuk. Het gaat je niet teleurstellen, weet ik zeker. En ook daar hoor ik graag van wat je ervan vindt en wat je hebt gemaakt. Ja, ik ga hem denk ik afronden. Lieve vrouwen, ik heb laatst de eerste man die mijn cursus heeft gekocht. Dus ik kan vrouwen niet meer zeggen. Dus lieve allemaal. Deze penselen van mij, die zijn maar in één webshop te koop. Die van Splendid. Splendid, je schrijft het als Judith, maar dan Splendid, zeg maar. Meisje die, waarvan die webshop is, heet ook Judith. Ah, leuk Marissa, wat leuk. Oh, en Linda, supergezellig dat je er weer bij was. En Marijke ook. Dus deze penselen, mijn aller favoriete penselen, zijn dus alleen bij Splendid te koop. En ja, mocht je niet weten waar... of je kan de naam niet goed krijgen, dan download even mijn gratis e-book. Dan vind je daar de linkjes. En dan kun je mij supporten. Want het zijn affiliate linkjes. En dat houdt in dat als je via zo'n linkje mijn tips aanschaft, dus eigenlijk via dat linkje wat dan ook aanschaft, dan krijg ik daar een percentage van als bedankje dat ik jullie doorverwijs. En dat kost jullie natuurlijk niks extra's, maar ik krijg gewoon, het is maar 3% volgens mij, maar ik krijg 3% daarvan. En dat geldt ook voor bol.com. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Dat is niks geheims. Dus via dat e-book kun je in ieder geval mij supporten. Door via dat e-book of via mijn website, via mijn blog, die materialen te kopen. Als je ze toch wil aanschaffen. Nou, jullie zijn toppers. Dank je wel voor het bijzijn van deze gratis tutorial. Ik zie de katjes graag tegemoet en dan wie weet tot de volgende keer. Doei doei!